DTL-squad! Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En als je nieuw bent op ons kanaal, join de DTL-squad door hieronder te abonneren. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en op TikTok. En laten we snel beginnen met deze video, want we hebben iets superleuks. Zoals je kan zien zitten we aan tafel en dat is niet zonder reden, want we gaan iets met eten doen. En dat zijn echt mijn favoriete video's om op te nemen. We hebben namelijk de Weird Food Combinations versus the Real Food Combinations Challenge eigenlijk. Dus je hebt bijvoorbeeld, laten we zeggen, pannenkoeken met poedersuiker of pannenkoeken met stroop. Gewoon zo'n iets normale combinatie versus een hele rare combinatie. Bijvoorbeeld pannenkoek met worstjes. Ja. En ja, voor mij eten mensen dat echt. Maar in ieder geval, ik denk het eerder snap. Volgens mij is dat niet eens zo raar. Nee. Maar in ieder geval ook hartige pannenkoeken. Ja. Met spek en zo, dus. In ieder geval, wij zaten dus te twijfelen tussen twee challenges. Dus we dachten, laten we ze combineren. En misschien raakt het al de combinatie tussen de Gummy First Real Food Challenge en de Weird Food Combinations People Love Challenge. Ja. Dus wij dachten, we doen ze gewoon lekker bij elkaar en laten we beginnen. Oké, we hebben hier dus de eerste gekregen. Ja. Maar we weten dus niet welke is. En we weten eigenlijk ook niet wat het is. Want onze dear mama heeft voor ons die allemaal klaargemaakt. Dus we hopen dat, ik hoop dat we iets lekkers hebben. Yes. En ik weet nog niet wat de combinatie is. Maar goed, we gaan. Nee. Oké, we gaan het zien. Ik hoop niet dat. Wacht! We moeten even toch. Eerst moet iemand moeten kiezen welke. Of we gaan wisselen of houden. Steen, papier, schaar. Ik mag kiezen. Oké, Tjel mag kiezen. Ik kies voor wissel. Oké, nou ik hoop niet dat het iets vies is. Nee. Dus 3, 2, 1. Wat is dat? Met wat? Eeuw. Is dat olie? Is dat olie of zo? Wat ruikt naar honing? God, het ziet er wel vies uit eigenlijk. Ja. Nou, ik ben blij dat ik gewoon normale patat heb. We hebben dus patat en patat met honing. En ik heb de honing. Dus. Ik ken het, de mensen ook echt lekker. Dus. Oké, let's eat. Is het lekker? Ja. Proef eens. Serieus? Nou, oké, ze heeft. Iets lekkers en iets vies. Het heeft wel wat, maar ik weet niet of ik het zelf zo zou eten. Hoe langer het eet, hoe viezer het wordt. Nou, hoe langer je het eet, hoe viezer het wordt. Nou, de volgende. Oké, hier is de volgende. En jij mag heel benieuwd wat het is. Ja, jij mag nu bepalen of je wil wisselen of niet. Ik wil hem dan houden. Oké, hou dan. Is goed. 3, 2, 1. Oh, wat? Eeuw, wat? Oh, eeuw, jij met witte chocola ook nog eens. Kijk, dit is olijven met witte chocola. Gadverdamme. Witte chocola? Ergens denk ik van, maar ik vind olijven gewoon echt vies. Ik vind olijven heel lekker en ik vind witte chocola natuurlijk ook heel lekker. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga het gewoon een stukje witte chocola met een olijf. Ben heel benieuwd. 3, 2, 1. Ik kan nagaan dat ze jongen alleen maar olijf heeft. Waar is de patat met honing? Sorry. Oh, ja, sorry, maar ik vind het niet zo lekker. Ik ben niet vies dat ik wil uitspugen, dat ik het wil uitspugen of zo, maar los vind ik het echt lekkerder. Nee, next. Nou, we hebben de volgende. Laten we maar gewoon gelijk kijken. Wacht. Oh, wil je hem houden? Ik wil hem houden. Oké. 3, 2, 1. Yes! Eeuw! Oh my god, ik heb zoveel geluk. En. Eeuw, met jam. Gadverdamme. Een beetje bruine kipnuggets, maar het zijn echt kipnuggets. Met jam. Met jam. Eeuw. Het zijn eigenlijk vegan kipnuggets, omdat ik ze anders niet mag eten. En dan waren ze nog steeds vegetarisch, maar dat we daar comments over krijgen. Oké, okay, let's eat. Eeuw. Oh, gadverdamme, ja, heel erg. Waarom zou je dat eten? Heel erg is het niet. Wel. Maar het is niet echt een kip, hè? Dus dat maakt het ook minder vies. Ja. Maar waarom zou je dit willen? Ik geef het een 6. Ja. Niet mega lekker, maar niet eens zo vies. Nou, wacht. Oh, dit is zo droog. Ik heb echt een 3 of zo, of 3,5. Oké. Volgende. Snel, alsjeblieft. 3, 2, 1. Ik ben heel benieuwd wat het is. Ik heb er echt een goed gevoel over. Gaan we. Jij mag bepalen. Wissel of niet? Ik wil hem houden. Oké. 3, 2, 1. En wat is dit? Het is gewoon een boterham, toch? Hè? Maar er zit iets in. En er in. Eeuw. Oh, wacht. Er zit gewoon pindakaas en jam in. Eeuw. Dit is. Ik heb pindakaas met jam en. Eeuw. Doritos. Eeuw. Maar misschien is het wel lekker. Wacht. Niet zo vooroordelen. Eeuw. Oké, ik ben wel benieuwd. Prima toch? Peanut butter jelly. Heb je het? Ik weet het niet.
eigenlijk. Aan de ene kant denk ik, nou prima. Maar je proeft de Doritos niet. Je proeft alleen maar de textuur, maar niet de smaak ervan. Dus je proeft de Doritos niet, maar wel de textuur. Ja, zeg maar de smaak proef je niet. Nou, dat is toch juist lekker. Ja, maar ze worden ook wel een beetje week of zo. Oh, dat is minder. Nee, 5,5. Nee, 5,4. Ik vind het net voldoende. 7,5. Ja, dan snap ik dit. Ik ga zeggen te geven. Volgende. Hallo. Tja, dat is nog niet klaar meer, volgens mij. Oké. Ik ben heel benieuwd. Nou, nu mag ik beslissen. Ja. Ik wil... houden. Oké. Nou, dus dan gaan we hem openmaken. 3, 2, 1. Oreos. Oreos, maar... er zit een briefje bij. Een brief? Hè, wat? Nee, ik ga toch niet Oreos met papier eten? En er staat ook dat het plus sinaasappelsap. Dus moet ik dat dan met sinaasappelsap gaan eten? Ik denk het. Dus Amani moet Oreos dippen in sinaasappelsap, denk ik. Ja. Oké, dan moet ik dat wel eventjes gaan halen. Oké, ik heb hier de sinaasappelsap en Oreos. Nou, dippen we maar in. 10. Het is wel oké. Mag ik proberen? Ja. Prima. Maar niet een toegevoegde waarde. Nee, zeg maar, ik kan het wel eten, maar ik vind het zonder denk ik lekkerder. Een 6 of zo. Oh, jij hebt echt heel veel kruimels achter. Oké. Nou, ik mag kiezen. Mm-hmm. En ik ga hem houden. Oké. 3, 2, 1. Ik krijg nu ook popcorn. Ah. Oh, popcorn met kek. Is dat... ja, dat is ketchup. Ja, dat is ketchup. Eww. Nou, op zich. Als je zo over nadenkt, ketchup. Nou, bon appétit. Goh. Ik heb hem. Nee, joh, sorry. Nee. Zonder is lekkerder. Nee. Oké, de volgende. En volgens mij, wie mag nou precies of ze nog ruilen of houden? Kruilen. Oké. Ik ben heel benieuwd wat hier in gaat zitten. Oké. 3, 2, 1. Shit. Eeuw, hè? Met? Eeuw, wat is dat? Volgens mij is het iets van chocopasta. Nou, dit is gewoon chips voor mij, dus... dan wacht je even tot ik klaar ben. Oké, ik heb hier dus wat chocoladepasta en ik heb er echt geen zin in, dus... nou, let's eat. Op een of andere manier werkt het wel, maar het ook weer niet. Ik zou het niet zelf zo eten, maar het ook weer niet dat ik denk van gadverdamme of zo. Hmm. Ik geef denk ik een 6,5 of zo, een 7, dus nee, een 6,5. Oké. Volgende. Oké, ik mag kiezen. Ja. Lekker. Oké, mijn gevoel is gehouden. Oké. 3, 2, 1. En het is een boterham met pindakaas. Met augurk. Maar ik hou helemaal niet van boterham met een Jij kan niet klagen. Ik heb augurk erin. Ja, maar ik hou sowieso niet van pindakaas. Ja, dus. Nou ja, ik weet dat je niet mag zeggen dat eten vies is. Maar dit is. She's not a beauty. She's not. En deze eigenlijk ook niet. Dat is gewoon normaal. Bon appétit. Oké, eeuw. Ja. Gewoon een boter pindakaas. Ik wil niet weer uitspugen. Is het zo erg? Nee, maar ik lust ook geen augurk. Ja, oké. Dan snap ik inderdaad het erger. Oké, we zijn bijna klaar. Bleh. Is het toch wel heel vies? Bleh. Godverdomme. Nou ja. Oké, ik ben ook niet al tevreden over deze, dus laten we maar snel verder gaan naar de laatste. Dan is het tijd voor de laatste. De laatste. En ik hoop dat het soort van de laatste inderdaad het goed afsluiten is. Ja, en ik hoop van de laatste is de ergste. Oké, laten we. Wil je hem houden? Nee. Oké. 3, 2, 1. Eeuw. Zit jij nou te eten? Ja, van normaal vanille. Maar het ziet er best wel vies uit. Is het vanille eigenlijk? Eeuw, dus het. Het ruikt naar sojasaus. En het is denk ik ook sojasaus vanille. Oh, jij hebt geluk! Woehoe. Gewoon vanille-ijs. Ja? Ja! Is het lekker? Poef, ja. Poef. Eeuw.
Nee. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vindt, doe dan vooral een duimpje omhoog. En ik bedenk me net, dit is de eerste video waarschijnlijk die online komt na de jaarswisseling. Ja, dus deze Elle Squad, gelukkig nieuwjaar. Laten we dit 2019 rocken. Woe! Hebben jullie nieuwjaars resolutions? Want wij niet. Dus we hadden ze, maar we hebben nu al zoiets van, dat gaat niet lukken. We hebben al ongezond gegeten, maar wel vegan, tenminste ik. In ieder geval, join de DTL Squad. Yes. Want de DTL Squad wordt groter en groter en groter en groter. En we love you. En tot de volgende keer. Doei!